vind het heel plezierig dat ik vandaag uitgenodigd ben om wat te mogen zeggen over voedsel en voeding. Het is een heel belangrijk onderwerp natuurlijk, dat weet iedereen. U bent ook allemaal consument, u eet allemaal. Dus het belang van het topic hoef ik niet te vertellen. Ik wou graag beginnen met een Chinees gezegde. Als je niet genoeg voedsel hebt, dan heb je maar één probleem. Namelijk om voedsel te vinden, want zonder voedsel ben je nergens. Als je genoeg voedsel hebt, dan heb je een heleboel problemen. En dat geldt dan, denk ik, vooral voor onze samenleving. Wij hebben genoeg voedsel en we hebben dan daarmee ook een heleboel problemen waar we het over moeten hebben. Als we nu kijken naar het thema van deze dag, is de rol van de industrie, hè, over allerlei activiteiten, waaronder ook voedsel. Dan denk ik dat, in ieder geval ik, wil concluderen dat we in de afgelopen eeuw een hele sterke verbetering hebben bereikt, dankzij ook die industrialisatie van de landbouw en de levensmiddelenbewerking. Dat verbetering is bereikt in termen van voedselzekerheid, voedselveiligheid, de voedingstoestand van de gemiddelde consument, ook de kwaliteit van het voedsel zelf, het gemak waarmee dat bereid kan worden en ook vooral de betaalbaarheid. En dat is dankzij de ontwikkelingen, de wetenschappelijke ontwikkelingen die zich afgespeeld hebben op het gebied van voeding en levensmiddeltechnologie en die doorvertaald zijn, daarom Science for Impact, naar maatschappelijke toepassingen. En het heeft ook hele grote maatschappelijke consequenties gehad in de zin dat mensen veel minder tijd hoeven te besteden aan het verzamelen van voedsel en het bereiden daarvan, waardoor je andere dingen kunt gaan doen. Ik wil een paar van deze aspecten even wat meer met u onder de loep nemen. En het eerste is over voedingszekerheid. Nou, voordat ik dat doe, wil ik nog even wijzen op, want ik vind zelf dat daar niet nauwkeurig genoeg mee wordt omgegaan, het verschil tussen voedsel en voeding. Voedsel is het product wat je eet. Voeding is het totaal aan voedselproducten wat je tot je neemt. Dus het voedingsmiddelenpakket, datgene wat je eet over een dag heen of over een week heen, et cetera. Dus vanuit, en de tweede opmerking die ik daarbij wil maken is dat je dus eigenlijk niet kunt praten over ongezond voedsel. Je kunt nooit een product de schuld geven van een slechte voedingstoestand. Het gaat over de combinatie van al die producten die maken of je wel of niet een gezonde voeding hebt. Dus dat vind ik wel een belangrijk onderscheid. Dus de voedingstoestand die wordt bepaald door alles wat je eet. Nou, als je dan voedingszekerheid ontleedt, dan zitten daar dus een aantal aspecten aan. Voedselzekerheid in de zin van, en nu praat ik dus over voedselzekerheid, datgene wat beschikbaar is aan voedsel. Dan voedselveiligheid. Hoe zit het met de veiligheid van dat beschikbare voedsel? Word je er ziek van of niet? En voedselkwaliteit, levert het de gewenste kwaliteit voor de consument? En wat is dan kwaliteit? Dat is een heel moeilijk begrip. Wat ik hier maar heel even ruwweg genoemd heb. Kwaliteit betekent dat je voldoet aan de wensen van de gebruiker. En dat is ook niet een hele scherpe definitie natuurlijk. En voor voedsel is dat op een heleboel manieren in te vullen. Maar wat ik zelf in ieder geval belangrijk vind als technoloog, is dat voedselkwaliteit betekent dat je de voedingswaarde krijgt die je wilt hebben. Dus bevat het de stoffen die je nodig hebt, vitamines, mineralen, eiwitten, koolhydraten en vetten. Is dat dan gezondheidsbevorderend? Ja, er zijn allerlei fabeltjes, zou ik bijna zeggen, in omloop rond superfoods bijvoorbeeld, waarbij de claim is dat die gezondheidsbevorderend zijn. Nou, de vraag is of dat zo is, maar als een consument dat verwacht, dan kan dat een kwaliteitsaspect zijn. Het gaat natuurlijk heel erg om aantrekkelijkheid. Vinden we het lekker, ziet het er goed uit, smaakt het goed, ruikt het goed, et cetera. Een hele belangrijke is in onze maatschappij nu geworden de productiewijze, de manier waarop het voedsel gemaakt is. Daarbij komt duurzaamheid aan te pas, maar ook dierenwelzijn, fair trade, kinderarbeid, et cetera. Dat bepaalt ook mede de kwaliteit. En last but not least, prijs en beschikbaarheid van dat voedsel. En er zijn nog een heleboel andere kwaliteitsaspecten erbij te verzinnen die ik hier niet allemaal op ga noemen.
Maar wat het belangrijkste is om dit even te realiseren, als u bij uzelf na zou gaan van wanneer vind ik voedsel nou van een goede kwaliteit, dan zult u merken als je daar echt over gaat nadenken dat het tijd kost om dan te bedenken wat dat eigenlijk betekent. Het is een heel moeilijk begrip. Maar niettemin is mijn stelling dat wij dus in de laatste 100 jaar, sinds de voedselproductie geïndustrialiseerd is, een heleboel bereikt hebben in termen van voedselzekerheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. En toch, als je de media leest, en ook als ik hou zelf vrij veel lezingen in Den Landen over dit onderwerp, en dan merk je toch dat heel veel mensen helemaal niet gelukkig zijn met deze situatie. Er heerst een zeker gevoel van onvrede over wat wij dan bereikt hebben. En ik heb dat vervreemding genoemd, omdat ik denk dat de verklaring voor die onvrede is dat mensen niet meer zien en begrijpen wat er allemaal gebeurt. Daarnaast hebben we natuurlijk ongelukkigerwijs ook allerlei voedselschandalen gehad, zoals met paardenvlees, zoals met dioxine in kip en een heleboel andere dingen die ook niet bevorderen dat men het vertrouwt. En dat leidt dan tot de wens dat men nu zegt van ja, dat bewerkt voedsel, dat is allemaal niks. Wij willen natuurlijk voedsel. Whatever that may be, hè, want natuurlijk voedsel bestaat niet zo heel erg veel. Het meeste voedsel wat wij eten is op een of andere manier bewerkt. Kaas groeit niet aan een boom en een brood pluk je ook niet van een struik af. Dat zijn allemaal bewerkte producten. Maar natuurlijk voedsel is dus voor mij een beetje een vaag begrip, maar ik denk dat men dan zegt van wij willen eigenlijk geen industrieel bewerkte producten. Terwijl we juist dankzij die industrie een dergelijke situatie bereikt hebben. Dat is één controverse. De andere is dat we ook moeten toegeven dat wij als mens niet zo goed kunnen omgaan met die wilde aan overvloed aan voedsel. En we zien dus inderdaad de laatste 50 jaar een aantal welvaartsziekten opduiken die zeker ook gerelateerd zijn aan onze voedselconsumptie. Dus ondanks het feit dat we heel goede kwaliteit voedsel hebben, zijn we niet in staat om daar ook een gezonde voeding van te maken. En dat is ook een probleem. En we zitten dus nu met de situatie, terwijl 100 jaar geleden alleen vooral het probleem was ondervoeding, nu zitten we ook met een probleem van overvoeding. En ondervoeding hebben we natuurlijk ook nog steeds, weliswaar niet meer in onze gebieden, maar wel in andere delen van de wereld. En tenslotte, datgene wat mij persoonlijk het meeste zorgen baart, is dat de manier waarop wij ons voedsel tegenwoordig produceren een enorme aanslag vormt op ons ecosysteem. Dus duurzaamheid en klimaatverandering die ook voor een deel veroorzaakt wordt door die grotere productie, die landbouwproductie die geïndustrialiseerd is, dat is voor mij nu het probleem van de toekomst. Er zijn dus een heleboel tegenstrijdigheden en ik heb hier maar is een citaat genomen van Michael Pollan. Even kijken hoor. Nee, dit is van iemand anders, Thomas Pauling. Michael Pollan komt zo meteen. The end of food, how the food industry is destroying our food supply and what you can do about it. Dit gaat compleet in tegen het idee dat industriële voedselproductie goed zou zijn voor de mensheid. En hier hebben we dan Michael Pollan in Defense of Food. Don't eat anything your great-grandmother would not recognize as food. Don't eat anything incapable of rotting. En deze vind ik het mooiste. If it came from a plant, eat it. If it was made in a plant, don't eat it. Dit zijn hele populaire boeken. En mensen zijn hier dus door gegrepen, blijkbaar. Er is nu net weer een nieuw boek verschenen van Joanna Blitman. Dat heet Swallow This, in het Nederlands vertaald als slik je dit, over wat je niet mag weten wat er allemaal gebeurt in de industrie. Ik heb daar net zelf een recensie over geschreven die binnenkort gepubliceerd zal worden. Maar ook daar is de tendens, alles wat de industrie doet is fout. Ga voor eigen onbewerkt voedsel. Dat is de boodschap. En dat is een hele merkwaardige tegenstelling die, althans met wat ik zelf vind, dat we de laatste 100 jaar dus veel bereikt hebben. Alhoewel ik ook wel een heleboel negatieve effecten zie. We hebben dus een heleboel tegenstrijdigheden. Industrieel bewerkt voedsel, fastfood, gemaksvoedsel, tegen een lage prijs dat altijd beschikbaar is, waarbij we ook heel erg geglobaliseerd zijn. Als je kijkt naar consumentenreacties, dan is men
veel meer geporteerd voor slow food, althans, dat is wat je hoort. De meeste mensen gaan toch voor fast food, denk ik. Maar het gaat ook zeker om ambachtelijk, vers en onbewerkt, seizoensgebonden en regionaal. Dat zijn nu de sleutelwoorden waarmee de voedselproductie als ideaal wordt gekenschetst. We zitten dus nu in een situatie, vergeleken met 100 jaar geleden, dat we heel veel bereikt hebben. Nogmaals, in mijn perceptie in ieder geval, dat we nu altijd en overal voldoende voedsel hebben. We kunnen daar op een of andere manier niet goed mee omgaan. En ik denk dat deze situatie ook maar tijdelijk zal zijn, want met de toenemende wereldbevolking komt er gewoon een grotere claim op de schaarse bronnen die we hebben. Dus ik denk dat er op termijn inderdaad ook qua voedselvoorziening weer schaarste kan gaan komen als we niks doen. Dus toenemende wereldbevolking is één groot aspect, het belangrijkste aspect. Maar daarnaast raken ook onze fossiele energiebronnen op. Het schoon water is een probleem, daar hebben we in de vorige sessie wat van gehoord. Maar ook onze grondstoffen zijn niet oneindig. En we zullen dus ook daar moeten kijken naar andere grondstoffen dan die we traditioneel kennen. En wat mij betreft zijn de acties die nodig zijn om deze dreiging tegen te gaan, is dat we veel beter moeten gaan letten op minder verspilling van voedsel, het beter benutten van grondstoffen en minder afval te produceren en toe te werken naar een circulaire economie waarin geen afval meer bestaat, maar waarbij we alle reststromen ook weer gebruiken voor welk doel dan ook. We zullen moeten streven naar minder gebruik van fossiele energie en minder gebruik van water, waarbij we denk ik ook een heleboel interessante technologische uitdagingen hebben om dat voor elkaar te krijgen. En in Nederland zijn we daar volgens mij heel goed voor geëquipeerd om dat soort innovaties tot stand te brengen. Ook in Nederland staat de levensmiddeltechnologische onderzoek staat in hoog aanzien en ik denk dat wij zeker de potentie hebben. Er zit natuurlijk nog een hele andere dimensie aan beschikbaarheid in de toekomst en dat is de politieke wil en de institutionele verhoudingen die niet altijd werken naar naar de toestand dat iedereen overal altijd voedsel zal hebben. Dus in de toekomst hebben we vele uitdagingen die we ook met technologische oplossingen te lijf kunnen gaan. Maar wat ik ook graag wil onderstrepen na de lezing die we vanmorgen hadden over sociale innovatie, vind ik ook hier dat voor wat betreft de voedselvoorziening wij zeer zeker ook naast technologische innovatie ook een sociale innovatie nodig hebben. En wat ik heel erg voor zou willen pleiten is een veel meer transparantie en openheid en dialoog met de consumenten. En ik wil hier ook graag de stelling poneren dat die vervreemding die is opgetreden voor een deel ook te wijten is aan de industrie zelf. Ik vind dat de industrie zelf veel opener zou moeten zijn, dat ze niet bang moeten zijn om die discussie aan te gaan en op moeten houden met de flauwekul door te presenteren alsof het voedsel ambachtelijk gemaakt wordt. Het voedsel wordt helemaal niet ambachtelijk gemaakt, het wordt gemaakt met hoge technologie en er is niks voor om je daarvoor te schamen. Dus zolang men verkondigt dat het allemaal maar ambachtelijk is, moet je ook niet verbaasd zijn als de consument steeds weer geschokt is als blijkt dat dat niet zo is. Dus die transparantie die vind ik, die moet niet alleen van de consument komen, maar ook van de industrie. Dat vind ik ook een hele grote uitdaging. Hoe doe je dat nou? Nou, dit is de grootste uitdaging. Toenemende vraag die heel groot zal worden. We hebben ook door de toenemende welvaart in de wereld meer vraag naar bijvoorbeeld vleesconsumptie. Nou, vlees is ongeveer qua belasting voor het milieu het slechtste product wat je kunt voorstellen. Voedingskundig overigens prima. Maar als we allemaal vlees gaan eten, dan gaat het echt niet goed. We hebben te maken met uitdagingen op wet en regelgeving. De huidige wetgeving maakt het vrij moeilijk om te innoveren. Alles is dichtgetimmerd ter bescherming van voedselveiligheid. En we zullen dat open moeten breken om nieuwe innovaties mogelijk te maken. We moeten beter gaan letten op land- en watergebruik. We zullen zeker geconfronteerd worden met gevolgen van klimaatverandering die acuut een effect hebben op de productie. We moeten veel meer naar een circulaire economie toe, dus duurzame productie, tegengaan van voedselverspilling.
Daarnaast komt nog dat we ook voor, omdat onze fossiele brandstoffen op gaan raken, zullen we op zoek moeten naar hernieuwbare energiebronnen. En dat kan een concurrentie opleveren met voedselproductie. Ook daar moeten we slim schakelen om de voedselproductie en die biobased economy tegelijkertijd mogelijk te maken. En we hebben natuurlijk ook nog steeds de uitdaging dat, hoewel we overal heel goed voedsel ter beschikking hebben, onze voedingstoestand nog steeds niet heel erg optimaal is. Dus gezondheid, waar we het vanmorgen over hadden, heeft ook te maken met onze voedingstoestand. En ook daar valt nog het nodige te innoveren. Dus de conclusie wat mij betreft is dat, als het mij was gevraagd om iets te zeggen over de stand van zaken, de stand van zaken is dat er heel veel bereikt is, ten goede. Maar dat er tegelijkertijd ook nog een heleboel problemen zijn, juist omdat we dit bereikt hebben. En die vervreemding is een, wat mij betreft een van de grootste problemen waar we in de westerse wereld aan moeten werken, omdat dat wantrouwen een heel groot probleem is. Maar mijn uiteindelijke stelling is dan toch dat als wij die uitdagingen tegemoet willen komen, dat we dan toch een verdere technologisering en een verdere industrialisering echt nodig hebben om die toestand te bereiken dat wij die groeiende wereldbevolking kunnen voeden. En dan nogmaals over die sociale innovatie. De technologie, dat lukt allemaal wel. Het gaat vooral om die institutionele en de politieke veranderingen die het mogelijk moeten maken om die technologie te kunnen toepassen. Dat was wat ik wilde zeggen en ik wou graag afsluiten met een citaat van Albert Einstein. We hebben een nieuwe manier van denken nodig om de problemen op te lossen die veroorzaakt zijn door de oude manier van denken. En dat slaat dus ook op onze voedselproductie. Wij moeten op een nieuwe manier gaan denken over hoe we dat allemaal voor elkaar gaan krijgen. En daarmee wil ik u danken voor uw aandacht.